In Apeldoorn zijn vanmiddag de slachtoffers van het Koninkendagdrama drama herdacht. Carstatus pleegde daar vorig jaar met zijn auto een aanslag op de koninklijke familie. Hij miste de koninklijke bus, maar raakte wel veel toeschouwers. Daarbij kwamen acht mensen om het leven, onder wie Marij Pijnenburg uit Moergestel. Haar dochter Britt raakte zwaar gewond. Op de plek waar de aanslag gebeurde, onthulde koningin Beatrix vandaag een monument. Na de onthulling werd één minuut stilte gehouden en werden witte rozen bij het gedenkteken gelegd. Alleen de slachtoffers en nabestaanden waren welkom bij de herdenking. Aanwezig waren onder andere de man en dochter van Marij Pijnenburg en leden van de Tilburgse drumbrand Prinses Juliana. Ook van deze muziekgroep raakten mensen gewond.